In deze aflevering alles over het eenjarige bestaan van NL Groeit. Ik blik terug op het afgelopen jaar met Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel en programmamanager Leon Hoek. Wat heeft NL Groeit het afgelopen jaar allemaal gedaan en zijn de doelstellingen gehaald? En we waren uiteraard op het jaar-event van NL Groeit. We spraken daar met diverse groeiondernemers. Hoe heeft NL Groeit ze geholpen? Kortom, blijf kijken. Goedendag en welkom bij deze special geheel in het teken van één jaar NL Groeit. NL Groeit helpt ondernemers groeien, maar hoe staat het eigenlijk met de eigen groei? Claudia? Nou, eigenlijk, ja, als ik dat zou omschrijven, zou ik zeggen dat we van een start-up naar een scale-up organisatie aan het gaan zijn. Oh, scherp. En Leon? Ja, het gaat heel goed. Inderdaad, we hebben wel een beetje scale-up neigingen, want soms gaan we zelfs zo hard dat we groeipijnen krijgen. Dus we zijn een goede klant van onszelf. Oké, daar praten we straks verder over. Eerst kijken we even naar een vooruitblik van het jaar-event van NL Groeit. Claudia, NL Groeit heeft als doel het groeivermogen van het Nederlandse MKB te verhogen. Is dat nodig? Ja, dat is heel erg nodig. Uit onderzoek is gebleken dat wij als land op zich heel veel startende bedrijven hebben. Maar vervolgens eigenlijk weinig bedrijven hebben in vergelijking met het buitenland die echt doorgroeien. Dus we hebben heel veel bedrijven die kleiner zijn dan 10 werkzame personen. En eigenlijk groei staat voor banen, baancreatie en welvaart. Dus dat groei nodig is, is belangrijk. En dat we daar wat meer in kunnen doen, is heel belangrijk. En waar zou dat dan liggen? Dat is ook onderzocht. Eigenlijk zijn er vier redenen die genoemd worden. Eén is, natuurlijk heb je conjunctuurgevoeligheden. Nou, we zien dat we daar nu een beetje uit beginnen te komen. Tweede reden is dat de toegang tot financiering blijft nog wel niet altijd even makkelijk. Ook dat is wel aan het verbeteren. Drie is van, ja, kunnen ondernemers, zijn die snel genoeg om nieuwe technologieën en mogelijkheden te omarmen en daar hun kansen mee te pakken? Maar dan komt de belangrijkste eigenlijk en dat is toch de ondernemer zelf. En ja, daar blijkt Nederland, ja, je kent dat potje pindakaasreclame, hoe groot wil je later worden? Die mentaliteit is nog niet helemaal des Nederlands. En ook de skills, de vaardigheden die je nodig hebt om snelle groeisprongen te maken en ook te denken aan double digit volgend jaar en daarbovenop. Ook daar kunnen we nog veel aan doen. Ja. Dus het helpen ontwikkelen van de ondernemers zelf, om zodat zij hun eigen bedrijf verder helpen ontwikkelen. Ja, absoluut. Hey, welke partijen zitten er eigenlijk achter NL Groeit? Nou, wat heel leuk is, dat vind ik ook heel mooi om te zien. Dat is een samenwerkingsverband van privaat met publiek. We hebben een elevator, nou, daar zit heel veel creativiteit. Er zit natuurlijk de Kamer van Koophandel als medeorganisatie. Nou, daar zit ook veel kennis van ondernemers en organisatietalent in. Maar er zit ook een prachtig netwerk achter van NL 2025. Ja. En daar zitten eigenlijk alle topondernemers en ondernemingen in van Nederland die dit supporten en ook mentoren leveren. Ja. En dat is redelijk uniek. En dan werkt dit samenwerkingsverband ook nog eens samen eigenlijk met alle initiatieven die er zijn in Nederland. Ja. Een soort paraplu en marktplaats van alles wat met groei te maken heeft. Dat vind ik zelf heel mooi. En dan is het ministerie die daar een klein potje geld voor heeft vrijgemaakt om dit dan allemaal mogelijk te maken. Het ministerie is eigenaar, geeft geld, een beetje pokon om de groei te versnellen in Nederland. Ja. Ja. Je ziet dat wij hele grote namen aan ons verbinden die zelf al die groei in versnelde mate zijn doorgegaan. En eigenlijk ondernemers leren en nemen het meeste aan toch van andere ondernemers. Ja. Wat ook heel begrijpelijk is. Dan is het wel fijn dat je het neusje van de zalm hebt. Ja. Hey, en jij bent bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Ja. Wat doet de Kamer van Koophandel dan precies in deze constellatie zoals je hem beschrijft? Ik denk dat we mede-creator zijn op de inhoud die er komt. We hebben kennis van de ondernemer. De organisatie is ooit opgericht om ondernemers te ondersteunen. Ja. En wij leveren ook diensten aan ondernemers natuurlijk op het gebied van internationaal gaan. Hoe doe je dat vanuit? Met welke informatie heb je nodig? Ja. Hoe kom je aan netwerken? Of groei of innovatie, hoe doe je dat? Ja. Dus we zijn heel lang al actief daarin. Dus we leveren kennis, mensen, netwerk en organisatie. Ja. Hey, als je nou terugkijkt naar het eerste jaar, waar ben je het meeste trots op?
Wat ik toen net zei, een start-up organisatie. Dan denk ik, nou, voor een start-up zijn we wel akelig snel gegroeid ook. Ja. Dus, en dan tel ik groei even mee naar hoeveel matches zijn er gemaakt van ondernemers die dus die prachtige mentoren hebben als mentor. Nou, dat zijn er 125, dat is gewoon veel. Als je kijkt naar de peer-to-peer, dus ondernemers coachen en adviseren en informeren eigen ondernemers, zijn het er 220. Ja. Nou, daar ben ik sowieso trots op. Dat zijn gewoon klinkende resultaten, punt. Ja. En daarnaast zien we dat en ze zijn er ook extreem blij mee. Nou ja, dat is ook leuk. Als je dus meet van wat is de waardering, ze hebben echt hele hoge scores qua waardering. En je ziet ook dat er een heleboel bruisende evenementen zijn. Ja. De goede masterclasses, nou, die zijn gewoon echt, die beginnen naam ook te krijgen. Ja. Gaan veel mensen naartoe. We zijn de regio ingegaan en gestart vorig jaar in Rotterdam. Ja, we hebben natuurlijk een prachtige boegbeeld. Dat is onze eigen koningin. Ja. Die heel erg voor ondernemerschap staat. Ja. En dus erbij is. En zelf eerlijk gezegd ook inspireert. Ja. Leon, jij bent programmamanager. Dus eigenlijk degene met de dagelijkse leiding over het programma. Klopt. We zien heel veel van Enno Groeit. Maar kun je kort uitleggen wat Enno Groeit nou precies doet? Eigenlijk zijn we een heel eenvoudig concept. Wij helpen de onderneming groeien door de ondernemer te laten groeien. Claudia heeft net al iets over gezegd. Dat doen we eigenlijk door drie stappen. We zorgen voor inspiratie. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk laten we mooie ondernemersverhalen zien van groeiondernemers. Uh-huh. Rolmodellen zetten we op het podium. Ook laten we verhalen zien van een ondernemer die wel eens een keer een misstap heeft gemaakt, die een faillissement heeft meegemaakt. Het is niet alleen maar positief, maar we laten het echte ondernemersleven zien om die inspiratie los te krijgen. Dat is stap 1. Dan helpen we die ondernemer, als hij ook die groei wil doormaken, moet hij dan gaan doen? Daar hebben we een hele mooie online groeitest voor. Dat is echt een hele mooie spiegel voor die groeiondernemer. Waar zitten zijn sterke kanten? Waar zitten zijn minder goede kanten? Waar moet hij zich op ontwikkelen als persoon? Ja. Dat is de tweede stap. En de derde stap is, vanuit die groeitest komen er gewoon goede mentoren, goede coaches, een leeraanbod, wat evenementen. Ja. Allemaal dingen die die ondernemer kan helpen in zijn groei. Ja. Afgelopen jaar en nog groeit, het eerste jaar, als je terugkijkt, waar ben je nou het meest trots op? We hebben een sprong in het diepe gewaagd met een publieke partner en een private partner. En eigenlijk is de chemie in dat team is meteen van start gegaan. Dus ik ben het meest trots dat we een team hebben gebouwd met mensen van de Kamer van Koophandel, met mensen van NL Elevator. En we hebben onze doelstellingen gehaald. En dat klinkt heel eenvoudig, maar het was toch uiteindelijk een hele nieuwe start-up, een hele nieuwe organisatie, die helemaal ingeregeld moest worden, moest aan elkaar wennen. Daar ben ik echt heel trots op dat we die dynamiek hebben weten te creëren en ook daadwerkelijk onze doelstellingen hebben gehaald. En jij, waar ik trots op ben? Je zit er middenin, tot kruin tot en met enkels. Ja. Nou, ik ben trots wanneer ik ondernemers spreek die met andere mentoren hebben gesproken, die iets hebben van wauw, ik ben verder geholpen. En we hebben natuurlijk honderden ondernemers geholpen en nog veel meer gezien. Dus de feedback die je krijgt van de ondernemers, dat geeft mij het gevoel hoe relevant en belangrijk we zijn. Maar ik denk dat we het beste dat aan die ondernemers zelf kunnen vragen. En dat hebben we gedaan. We gaan even kijken naar het groeievent waar we wat ondernemers hebben geïnterviewd. NL Groeit vind ik een geweldig initiatief. Ik had de eer om vorig jaar op de gong te mogen slaan met koningin Maxima. Dus ik ben er nu voor de tweede keer en ik hoop dat er nog vele zullen volgen. En ik denk dat het heel goed is om niet alleen te kijken naar start-ups, want daar zijn we in Nederland al heel goed in, maar ook vooral te kijken naar scale-ups. Wat hebben we daarvoor nodig om die nog sterker te maken, want dat is goed voor iedereen. NL Groeit is voor mij heel erg nuttig geweest tot nu toe, omdat ik al mijn ondernemersvragen die ik heb via mijn eigen netwerk stel, maar ook via het netwerk van NL Groeit. En je merkt dat groeiondernemers weer net even op een andere manier kijken naar de vragen die je stelt dan je eigen andere netwerk. Ik heb eigenlijk geleerd dat de meeste ondernemers met vrij simpele problemen kampen, of althans die ik tegenwoordig simpel vind, maar die waarschijnlijk voor die ondernemers in die groeifase toch wel lastig zijn. En het is dus heel fijn dat je met een simpel gesprek iemand weer een stuk verder kunt helpen. Ik ben wel geraakt door de energie en de passie en het praktische gehalte van het geheel. Veel ondernemers die elkaar kleine en grote tips geven of die er wel in staan om elkaar te helpen. Het belangrijkste doel voor 2017 voor NL Groeit is wat EZ betreft doorgaan op de ingeslagen weg. Zelf ook doorgroeien met NL Groeit en succes maken. Zodat we aan het eind van het jaar echt kunnen zeggen NL Groeit is een echte snelle groeier.
Ik zei dat ze erg enthousiast waren. Ja. Leon, we zitten nu in 2017. Het tweede jaar van NL Groeit. Wat gaat dit jaar brengen? Nou, we gaan vooral doorgroeien. Want dat is denk ik onze belangrijkste opgave. Dat gaan we doen door nog meer mentormatches te creëren. Nog meer ondernemers met elkaar om de tafel te krijgen. Het zogenaamde peer-to-peer coaching. Daar hebben we echt ambitieuze doelstellingen voor geformuleerd. Ja. We gaan een nieuwe website, of een nieuwe launch van de website is nu operationeel. Daar gaan we nog beter die ondernemer van dienst zijn met advies op maat. En misschien wel het allerbelangrijkste, we gaan de regio in. We gaan dichter naar de ondernemer toe. We zien dat we die regionale ondernemer niet altijd weten te bereiken. En nu met partners in de regio, met events in de regio, gaan we ook hen kennis laten maken met NL Groeit. En met dit programma en alle dingen die wij kunnen bieden. Ja. En Claudia, eind volgend jaar, waar staan we dan als organisatie? Ik hoop dan dat de kans dat je, als je een ondernemer tegenkomt, wie dan ook in Nederland, dat hij iets teruggeeft, dat hij in contact is geweest of een mentor heeft of een intervisie of een peer-to-peer contact met via het netwerk van NL Groeit, dat eigenlijk ernstig groot is geworden. Ja. Dus dat kan iedereen thuis zelf uitproberen, zou ik zeggen, eind 2017 van dit jaar. En ik zei zelf even, want het is natuurlijk enorm veel evenementen en het bubbelt en het bruist en wat goed is geven, dat vergroten we. Ik denk dus ook dat we eigenlijk het klimaat, als je in Nederland ondernemer bent, zou ik eigenlijk wel koploper willen zijn. Nou, laten we maar zeggen, in de wereld, als we dan toch lage ambities uitspreken. Ja, nou ga jij lachen, want je zit er middenin. Het begint met ambitie. We zeggen dat zelf tegen ondernemers. Ja. Maar dan vooral op het aspect dat je als ondernemer hier dus eigenlijk de meeste kans hebt om zelf te groeien en daarmee je ondernemer te laten groeien. En dat klimaat, dat wij daar beste zijn wereldwijd. Zoals we dat met de start-ups zijn, eigenlijk ook dat we daar iets in veranderen. Ik weet nog ineens of we op dat punt een ranglijstje hebben in de wereld. Dat zouden we moeten hebben, anders moeten wij het misschien wel gaan maken, Kees. Ja. Nou, idee erbij. En dan graag toch in de top 3 uit eindigen. Dan moeten we een flinke sprong in maken. En laten we inderdaad NL Groeit nog groter groeien. Wederzijds. Ik bedank jullie allebei voor dit gesprek. En wij gaan even kijken naar een compilatie van het jaar-event. Ondernemersvertrouwen is toegenomen, er wordt meer geïnvesteerd. We zijn op het jaar-event van NL Groeit. Zojuist hebben we de aftrap gehad met Koningin Maxima. En achter mij zijn 300 ondernemers met elkaar in gesprek over groei. Het is gaaf om te zien hoe je in een uur en een kwartier of anderhalf uur met ondernemers die je niet kent aan de tafel, hoe snel je elkaar kunt helpen, omdat je toch eigenlijk allemaal dezelfde problemen tegenkomt. Het was ook wel cool dat ik een kwartier naast Hare Majesteit de Koningin zat. Ik vind alles wat met ondernemers samen te maken heeft, de energie van ondernemers, daar word ik altijd heel blij van. We hebben net tijdens het jaar-event van NL Groeit de top 250 groeibedrijven van Nederland gelanceerd. Het zijn de bedrijven die minstens 20% per jaar groeien over een periode van 3 jaar. Gouden groeier gewonnen, zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Tot zover deze editie over het eenjarige jubileum van NL Groeit. De volgende gaat over bedrijfscultuur. Dankjewel voor het kijken en maak er een mooi jaar van.